welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik iets superleuks doen. Ik ga namelijk shoppen samen met Emme. En dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. Want zoals je al aan de titel hebt kunnen lezen, is deze video een pashokjes shoplog. Dit concept is best wel een trend op dit moment op YouTube. En ja, ik dacht, waarom niet? En laat ik ook gewoon meedoen met de trend. En het werd toevallig ook heel veel door jullie aangevraagd. Dus vandaar dat ik deze video nu aan het maken ben. Het is vandaag vrijdagochtend, bijna 9:15. En ik ga er zo vandoor, lekker vroeg in de ochtend shoppen. Why not? Ik vind het echt heel chill om vroeg de stad in te gaan, want dan is het nog het rustigst. Er is één tegenvaller vandaag. Het is namelijk niet zo mooi weer. Het regent echt niet normaal veel. Maar ja, dat stopt ons niet om niet te gaan shoppen. Zoals je kan zien zit mijn haar ook vast in twee vlechtjes. Dat heb ik bewust gedaan, want ik vind het best wel vervelend om steeds te passen. En helemaal als je haar dan gewoon niet meer zit. Dus ik hoop dat mijn haar nu zo wel gewoon blijft zitten. Ik heb nu wel genoeg deze video geïntroduceerd. Laten we maar naar de stad gaan. Ik ben super blij, want ik zie nu deze slippertjes en ik wilde ze heel graag hebben. We zijn in het pashokje beland. Ik heb hier al mijn kleding, een trui, een jurk volgens mij, nog een jurk wat meer een t-shirt dress is. Dan een blouseje wat ook meer een t-shirt dress is. En dan heb ik deze trui en al de trui die ik aan heb. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, want hij heeft hier ja, van die gaatjes, stipjes. Hij zit wel heel erg comfortabel though. De kleur is ook wel cute, alleen ja, dit vind ik een beetje apart. En hij is maar, hallo, prijskaartje, kan je niet zien. Hij is 13 euro, oh. Ja, twijfels, dus ik ga deze nog even aandoen. Nou, ik heb de blauwe aan. Het licht is hier zo slecht. Maar nee, ik vind hem ook niet echt heel mooi zitten. Ik heb er ook een van de H&M en die is wat lager uitgesneden en die valt gewoon veel mooier. Maar echt gewoon die stipjes hier. Wat doet het? Ik heb geen idee. Nee, het valt echt tegen. Het is het gewoon net niet. Dus jammer. Want hij zit wel heel erg comfortabel. Ik heb nu deze trui aan. Hij is cropped en hij is ontzettend zacht van binnen. Dit is echt een ideale wintertrui. Ik weet niet of ik hem wil nemen. Puur omdat ik heel veel truien thuis heb. Maar ik ga er zeker over nadenken. Hij is heel comfy. Ja, yeah. En de quote though, live more, worry less. Dat is zeker waar. Ik heb nu dit jurkje aan en ik vond hem eerst wel wat leuker voordat ik hem aan had. Maar ik weet niet, het moet je stijl zijn en dit is niet per se mijn stijl. Ik kan hem ook niet echt goed laten zien. Wacht even, voor ik hem even kleren, dan moet ik hem ook zien. Oké, ja. Nou, printje vind ik wel leuk. En dit is een beetje see-through. Maar, oh. Lichting werkt mee. Maar ik twijfel of ik dit aan zou doen. Dat is het meer. Het idee vind ik wel heel erg leuk. Die vlechtjes maken mijn outfit ook niet echt beter. Dit ding is 16 euro. En nee. Ik denk als hij gewoon wat korter was geweest, dat hij veel leuker zou zitten. Want dit is net aan geen jurk. Ik zou dit niet als ja, t-shirt dress dragen. Het heeft wel iets, maar Oké, ik twijfel echt heel snel over items. En mee dacht dat het een pyjama was. Als pyjama zou je het leuk vinden, maar ja, ik zag de paspoort met een gewone spijkerbroek. Zeg maar, dit shirt met een spijkerbroek. Maar daar vind ik het te lang voor. Dus dit wordt hem niet, helaas. Kijk, ik vind dit gedeelte vind ik leuk. Dus als hij zeg maar zo kort zou geweest zou zijn, dan zou hij leuk zijn. Gewoon een blouseje, ja. Gewoon een blouseje. Maar nee. Ja, maar waarom hebben ze dit gedaan? Snap ik, die split. Dat is verneukt voor jou, ja. Die split. Anders had je gewoon een t-shirt dress. Ja, dan had ik hem leuk gevonden met dit. Maar hoe duur is die? 16 volgens mij. I'm a check for you, hè? Ja. Ja, nou voor 16 vind ik het niet waard. Ik ook niet. Nee, maar ik vind het bovenste gedeelte wel heel leuk. Oh, dan moet je een paar selfies maken ermee en dan heb je hem gehad. Nee. Nou, ik heb een jurkje aan en het was de bedoeling om deze zeg maar voor Marrakesh te halen. Maar ik heb mijn twijfels, puur omdat ik nooit jurkjes aan heb. En hij heeft hier zo'n ja, split. Dus ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. De kleur vind ik wel leuk. Maar is dit Marrakesh waardig? Kijk, met mijn haarstijl vind ik hem heel erg cute. Maar
Oké, met mijn sokken staat het gewoon echt niet. Hoe duur is hij eigenlijk? Hij is 17 euro. Is het 17 euro waard? Zo leuk! Vind je hem leuk? Ja. Zie je mij dit dragen in Marrakesh? Nou ja, niet per se dat je zegt in Marrakesh, maar ik zie het jou wel dragen hoor. Ja? Alleen ik weet niet of ik, wat ik hier nou precies van vind. Dat is het. Zeg maar dit gedeelte. Nee, ik bedoel dat het open is. Ja, dat. Als het dicht was, had ik het misschien nog wat leuker gevonden, want ik hou niet van dat... Ja, dat is, daar zit ik dus ook mee, met dat open gedoe. Want dit, als ik het vooraanzicht zo zie, dan vind ik hem leuk. Ja, same. En ook met mijn haar nu. Dat vind ik echt wel vakantiewaardig. I like. Zal ik hem gewoon halen? Want hij is lang. Ik bedek het, omdat ik dat heel graag wil. Nou, niet helemaal bedekken, maar... Nee, maar je ziet niet echt per se je vormen erin. Het is een mooie, het is tot je knie. Ik vind het een hele mooie kleur. De kleur vind ik heel leuk. Ik kan hem gewoon halen. En dan gewoon om te shooten in Marrakesh. Want hij is wel lekker flowy. Ja, maar ik zou het zonde vinden als je hem alleen draagt om te shooten hoor. Ik zou het staartje verder echt wel heel mooi ook. Waarschijnlijk heb ik toch wel een gelegenheid waar ik hem kan doen. Ja, ze gaan eten bij Nomad of Elfen. Ja, overgebeld. Oké, doei. Oké, als ik hem mee niet had, had ik het waarschijnlijk niet gehaald. Maar ik denk dat ik deze toch wel ga kopen. Mijn vrouwtje ziet dit. Een weekly planner met marble. Mijn vrouwtje. Mijn vrouwtje. Oh. Hoeveel is die? 3 euro. 3 euro, joh. Vet veel. Maar ik heb zoveel planners. Ja, same. Dus ik ga hem ook niet nemen, maar ik vind hem zo leuk. We zijn nu in de Zara en vorige winter was ik al obsessed met zulke jassen. Toen waren ze ook echt in. Maar ik ga hem gewoon passen, kijken hoe die staat. En misschien vind ik hem wel leuk voor in het najaar. Ik heb dit jasje aan. Hij is op zich wel leuk. Hij is ook echt heel erg warm. Maar ik vind hem misschien een beetje te breed voor mijn lichaam. Nou, en Mia is even komen kijken. Ik vind deze qua kleur iets minder leuk. Ik vind de natural versie wel iets leuker staan. Alleen, hij is wat breder. En hij is leuk, maar het is niet iets waar ik op zoek naar ben. Dus helaas, dan gaat de zoektocht verder. Nou, ik zag dit shirt in de sale voor 2 euro. Maar er zat alleen nog een L over. Zoals je kan zien is hij pittig groot. En heeft de vorige persoon hier al een knoop in gemaakt. Maar ik weet niet. Voor maar 2 euro is het ook misschien chill als gewoon een chill shirt. En dit spijkerjasje was in de sale voor 26 euro in plaats van 50 euro. Ik vind hem wel leuk, maar eigenlijk. Maar eigenlijk ben ik op zoek naar een spijkerjasje die tot hier komt. Dus ik vind deze ietsjes te lang. Deze wordt hem niet. Na een regenbui te hebben gehad, zijn we nu in de H&M. Ik weet niet waar ik naartoe loop. Ik loop overal achterlangs. Wat heb jij vast? Hè? Oh, een broek. Dus AST featuring H&M. Nice. Het was me niet eens opgevallen totdat jij het zei. I like maar, all dit. Ga je alles halen? Sorry? Ga je alles halen? Alles? Nee. Vind ik die wel leuk? Die. Maar prepare yourself for the behind. Oh nee, oh ja. Was te verwachten eigenlijk. Alleen met die vlechtjes. Ja, maar het zit nu een beetje raar weer. Is het sowieso heel raar. Ja, maar ik vind het wel leuk met vlekjes. Vlekjes is leuk, maar het is niet mijn stijl. Nee, dat niet. Dat niet. Ik dacht ik zag het hangen. Het is helemaal in. Probeer het eigenlijk. 14,99. Oké. Nou, dat was ons avontuur in de H&M. We hebben niks, maar dan ook echt niks gescoord. Ook niet eens om te passen. Nee. Dus wij gaan de H&M uit. We zijn nu in de Pull & Bear. Ik heb deze items om te passen. Ik heb nu deze crop top aan. Oké, dit is niet de mooiste combinatie ever. Ik heb hem in een maat S gepakt. Alleen ik zie hier dat je mijn BH gewoon heel goed kan zien. Maar als crop top zijn, dan vind ik hem wel leuk met zo'n hele hoge broek. Zo'n flowy broek. Dan past hij hier wel leuk bij. Dus hij is gewoon in de zomersale. Ik ga hem denk halen. Dit is wel raar, want ik draag nooit zulke dingen, maar ik was er wel op zoek naar. Dus deze ga ik meenemen voor. Op het kaartje staat 8 euro, maar volgens mij is hij dus in de sale. Oh, het ligt hier verschrikkelijk. Maar ik heb nu deze trui aan. Het is een gele trui en hij is ook in de sale. En hij heeft een tekst aan de achterkant. Even moeilijk te zien is, maar het staat er wel. Op het kaartje staat dat hij 10 euro is en dan gaat er nog 30% korting vanaf. Super chill. En ik heb in de maat M gepakt, want ik zag geen S'je meer. Maar op zich
zit hij gewoon prima. Ik ga stuk. Vroeger droeg ik zo vaak van zulke topjes en nu is het helemaal in. Ja, ik moet dit natuurlijk met een high-waisted broek dragen, want dit past gewoon niet. Ik weet niet. Dit is een maat M en normaal gesproken heb ik natuurlijk S. Ik heb dit pakje aan. Het is een playsuit, maar het lijkt op een jurkje. Alleen ik krijg de achterkant niet dicht. Ik hou hem even zo. Maar ik denk niet dat ik hem ga nemen. Puur omdat er niet zo super veel vorm in zit. En omdat ik het gewoon irritant vind dat ik hem gewoon niet zelf, niet zelf dicht krijg. Dus helaas, dit wordt hem niet. To be honest, vind ik dit echt heel leuk eruit zien. Ja. Ik weet niet of het te bloot is hier. Misschien moet ik een leuk jasje vinden die hier overheen kan. Ik vind hem wel heel erg leuk. En ik denk dat Amé hem ook wel leuk zal vinden. Ik heb geen idee waar ze nu is. Ik ga stuk. Oh my god. Dit hoort. Wacht ervoor. Nee, maar ik heb het ook tegen jou. Ik werk ermee. Ja, oké. Ik heb dus die badpak aan. Het is volgens mij een badpak, want het ziet er niet uit als een body. Maar. Een Oompa Loompa erin. Dit is ook veel te groot, dus ik moet moeite doen om alles op zijn plek te houden. Maar nee, dit wordt hem niet. De zijkant is wel leuk, maar. Het is niet zoals ik had verwacht. Ik wou misschien cute voor outfits, maar het zit gewoon niet chill. We zijn nu bij Topshop en dit is een winkel waar ik normaal gesproken echt nooit kom. Puur omdat ik het te duur vind. Maar ik heb hier wel een broek die ik zal gaan passen. Inspired by MA. Oh, die trui. Ik wil een leven. Wil je in leven? Ik wil in leven. En hoe gaat het nu? Dit ziet er zo raar uit, maar... dit is de broek, de flare jeans. Ik heb hem in maat 34, maar normaal gesproken heb ik 36. Hij zit een beetje aan de strakke kant. Hier zit hij gewoon niet mooi, want ja, je ziet je onderbroek gewoon te erg. Ik weet niet of het op beeld te zien is, maar ja, hij zit wel comfortabel, niet normaal. Dus als ik ooit een 36 vind, dan ga ik hem halen. Maar ik vind hem gewoon net ietsjes te strak zitten, dat vind ik gewoon jammer. Maar hij zit... Ik snap waarom Emmy hier zo verliefd op is. We zijn nu bij de Stradivarius en kijk hoe cute deze kleedkamer is. Ik vind deze muur al, maar dit gedeelte heel cute. Maar ik heb twee shirtjes. Twee gele shirtjes in twee verschillende maten. Dit is een, eentje is een XS en de andere een XL. Echt heel erg verschillend. En dan hebben we hier nog een pantalon. Ik heb nu de pantalon aan. Ik weet nooit hoe ik een pantalon moet combineren, maar hij is op zich wel leuk. Alleen die zakken, die zitten echt precies hiervoor. Normaal gesproken ben ik gewend om mijn hand hierin te steken. Maar hij zit prima. Lekker baggy, op een goede manier. Hoe duur is hij eigenlijk? Hij is €22,95. Op zich prima prijsje voor een pantalon. Ik ben echt een persoon die heel lang uitstelt om spijkerbroeken te kopen. Maar vervolgens koop ik echt wekelijks een pantalon. Maar ja, ik ga even kijken hoe het staat met zo'n shirtje. Wat een grap is dit. Ik dacht serieus dat deze combinatie leuk zou zijn. Maar nee, dit is gewoon een simpel shirtje die niet bij een pantalon hoort. Ik heb nu de XS aan, als het goed is. Ja, ik heb de XS aan en hij valt nog best wel groot. Het is een leuk shirtje, gewoon als basic shirtje, maar niet voor hierop. Als dit zeg maar wat strakker was, qua kleur past het. Anders vind ik niet zo raar, maar het is gewoon qua model wat gewoon niet mooi bij de pantalon past. We sluiten deze shop dan goed af met Red Velvet Cake. Alleen hebben we het nu nog niet. We zitten bij de drie gaafjes, maar dan bakkerijen naast. Wij zijn happy. Hoe happy ben jij? Ja, best wel happy. Ja, ik ook. Ik heb dit al zo lang niet meer gehad, Red Velvet. Munt heen wel vaker. Oh, zoveel zin. Het is inmiddels al wat later op de dag. En zoals je kan zien ben ik thuis. En ik heb ook mijn nieuwe trui aan. Hij zit echt comfortabel als wat. Maar ik vond het super leuk om deze video te maken. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar deze video te kijken. Mocht jij een meest pashokjes shoplog video ook willen zien, dan zal ik die video hieronder in de beschrijving zetten. Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien we mij de volgende keer weer met een nieuwe video. Doei doei!